Vandaag zijn jullie te gast bij restaurant Kiem. En restaurant Kiem is het opleidingsrestaurant van ROC Free Sport. Wij gebruiken allerlei reststromen van de verspillingsmarkt uit Buitenpost. Denk aan de aardappels die te klein of te groot zijn. Oud brood en verschillende soorten groenten en kruiden uit de botanische tuin. Als hoofdproduct hebben wij oud brood gebruikt. Op basis daarvan zijn we echt geweest kijken van nou, wat is mogelijk. Zijn we een beetje geweest spelen met andere recepturen, een beetje afstemmen op elkaar. En uiteindelijk zijn we tot een oplossing gekomen. Wij hebben samen met het brouwdok uit Harlingen bier gebrouwen. Dat hebben wij geserveerd bij ons vier gangen menu. Wij hebben één bier gebrouwen van aardappelen en wortel. En nog eentje van sakkerij, dat is het restproduct van witlof. De wortel die er maar aan overblijft. De impact is dat er heel veel voedsel kan hergebruikt worden. Dus wat normaal de kliko in ging, hebben wij dus weer hergebruikt. Zoals een te kleine aardappel of een wortel die een beetje misvormd is. En ik denk dat je daardoor een heel groot impact hebt op wat weggegooid wordt. We hebben op de open dag hier op Free Support het proefgekookt, het halve menu. En daaruit zijn toch wat dingen gebleken die we nog aan hebben gepast. En daardoor hebben we een heel goed resultaat kunnen neerzetten hier op deze avond. Als iedereen ook maar een klein beetje doet, ik denk dat het verschil gewoon heel groot kan zijn. En dat we aarde voor onszelf ook gewoon een stuk mooier kunnen maken. Je groenten en fruit dat normaal wat weggooit, een soort andere mondgevoel kan laten geven als een soort vlees zijnde of vleesvervanger.